Het bureau Eenheid van het kabinet van de president is ter ondersteuning van sociaal zwakkeren gestart met een project waarbij bakoven verstrekt zullen worden. Het gaat om schoolkinderen, burgers in sociale instellingen en andere personen die in moeilijke omstandigheden verkeren die in aanmerking zullen komen. Het bureau zal dit project op wekelijkse basis uitvoeren. Gezien het feit dat we thans verkeren in een enorme COVID-19 situatie in Suriname, waarbij niet een ieder zichzelf kan voorzien van de nodige vitamine, minister, stellen we het op prijs dat u dit namens het ministerie van LVV wilt doneren aan verschillende opvanginstellingen. Wij hebben als bureau Eenheid hebben wij voor u een pilot draaien op dit moment in Paramaribo en in Wanica. En onze pilot start met de opvanginstellingen. Opvanginstellingen voor seniorenburgers, mensen met een beperking. En in totaal hebben we dus nu op papier, waarmee we van start gaan, met 42 opvanginstellingen. Wij zullen dit namens u overhandigen, namens uw ministerie zullen we dat doen. En we weten ook dat het zeer op prijs gesteld zal worden door de opvanginstellingen. We weten allemaal dat wij het heel moeilijk hebben in het land op dit moment. En vooral instellingen als de uwe, die heel erg hun best doen om de eentjes aan elkaar te knopen. Om de gemeenschap te dienen. In dat kader zijn we hier. We willen vanuit het ministerie, vanuit de overheid, een gest doen aan u. Zoals u weet is het bedrijf FAI het bijzonder moeilijk op dit moment met de exporten. Maar ze blijven produceren. Dus wat wij nu doen, we proberen dan de lokale gemeenschap tegemoet te komen. Waar nodig. Met een productie van FAI. De gemeenschap op dit moment draagt ook bij aan het betalen van de lonen en de ziektekostenverzekering van de arbeiders daar. Dus in ruil daarvoor maken ze het gebaar naar de gemeenschap. Vanuit we hier bij u zijn met bakoven, dat gaan we wekelijks blijven distribueren. U komt dan wekelijks in aanmerking voor u, uw deel. En de overige acties, er gaan nog meer gebaren komen van het ministerie. Voor de andere subsectoren. Maar we beginnen vandaag alvast met de bakoven. Ik hoop dat u goed gebruik van kunt maken. Ja, we kunnen dit zeker goed gebruiken. Voor onze bewoners, dat is de doelgroep mensen met een ernstige meervoudige beperking. En die kunnen fruit vooral ook heel goed gebruiken. Extra vitamine. Dus dank daarvoor. We gaan dit sowieso een lekkere smoothie voor ze maken. Dus dan krijgen ze dat als een tussendoortje, dus dat komt heel goed uit. En dank ook aan de president dat hij aan ons heeft gedacht, aan onze doelgroep vooral en ook u. Ik wens u heel veel succes de komende periode en ik kijk ook uit naar de andere kleine tegemoetkoming. Dank u wel. U heeft vandaag bakoven in ontvangst mogen nemen van de minister van LVV. Kunt u ons een beetje meer daarover vertellen? Nou, ik ben gebeld geworden in het weekend of wij behoefte hebben als stichting aan bakoven. Dat hebben we. Onze stichting, dat is een stichting voor personen met een ernstige meervoudige beperking. En zij kunnen dus vruchten heel goed gebruiken. Daar maken we een lekkere punch van of een smoothie zoals dat tegenwoordig heet. En dat krijgen dan de bewoners als tussendoortje. Dus we kunnen het goed gebruiken. En wat vond u zelfs daarvan? Nou, ik vond het heel bijzonder dat de minister is langs geweest. Ik heb ook meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om hem aan te geven dat we graag een moestuintje bij Betaljada willen aanleggen. Dus hij heeft daar positief op gereageerd. Dus we gaan dat verder uitwerken. Dus ik vond dat heel positief. Ja.